Van harte welkom bij deze Innovate Meetup over de toekomst van voeding en gezondheid. Ontzettend leuk dat jullie kijken. Ja, in 2050 zijn er naar verwachting ongeveer 10 miljard mensen op onze mooie planeet. En deze mensen moeten allemaal voldoende beschikking hebben over voeding en zorg. En dat op een manier die ook nog eens een keer goed is voor het klimaat en voor de biodiversiteit. Hoe gaan we dat doen? Om deze vraag te beantwoorden zijn we vandaag op de Wageningen Campus en wel bij het One Planet Research Center dat hier onlangs in het nieuwe pand is neergestreken. Bij One Planet ontwikkelen ze technische innovaties die oplossingen gaan bieden voor de problemen die we in de toekomst gaan hebben. En die innovaties hebben we hard nodig, want we hebben maar één planeet, One Planet to Feed the World. We hebben een heel boeiend, inspirerend en ook vol programma vandaag voor jullie. We gaan een aantal innovaties zien. Zometeen worden die gedemonstreerd en gepresenteerd door de makers die op dit moment daarmee bezig zijn. We hebben een korte college over waarom technologie een antwoord is voor de problemen die we in de toekomst gaan hebben. We hebben een panelgesprek. We gaan een nieuwe challenge lanceren. Maar allereerst ga ik praten met Thea van Kemenade. En Thea is een van de directeuren van het One Planet Research Center. Thea, je bent directeur gezondheid. En allereerst wil ik jou heel erg bedanken voor jullie gastvrijheid dat wij vandaag met het Innovate team hier zijn neergestreken om deze meetup te maken. Heel erg bedankt allereerst. En de vraag die ik aan jou wil stellen, wat is nou One Planet Research Center? Ten eerste welkom in ons gebouw bij One Planet. One Planet Research Center is een hoogtechnologisch innovatiecentrum wat werkt aan maatschappelijke problemen. En dat doen we met een veelheid van expertises en disciplines, wetenschappers, uitvinders, praktijkmensen, onderwijsmensen. En samen proberen we die duurzame, gezonde wereld dichterbij te brengen. Ja, en hebben jullie een specifieke missie daarin? Wat is jullie grote doel? Ja, wij planten als het ware de nieuwe vlag op de nieuwe maan. Dus we willen echt verrijken, hoog ambitieus. We willen daadwerkelijk die oplossingen voor een gezondere en duurzame wereld. Dus het is hoog ambitieus. Mm-hmm. En we doen dat ook nog eens een keer met mensen van heel verschillende disciplines. En met één grote passie bij iedereen. Wij willen echt maatschappelijke oplossingen brengen. Ja, ik vertelde net al iets over die urgentie. Hè? 10 miljard mensen in 2050. Die moeten allemaal gevoed worden. Die moeten allemaal zorg hebben. Kun je iets meer vertellen over die urgentie die op ons afkomt? Nou ja, je zegt het zelf al. Overstromingen, oogsten die mislukken. Biodiversiteit die heel hard achteruit holt, gezondheidscrisissen, denk aan COVID, denk aan chronische ziekten, denk aan dat we niet eens meer voldoende personeel in de zorg hebben en hoe komen we eraan. Dat zijn allemaal urgente problemen waar wij echt nadrukkelijk het antwoord op moeten vinden. En techniek gaat ons daarbij helpen? Techniek levert ons een aantal tools die wij eigenlijk 20 jaar geleden niet hadden. Ja. En die komen in zo'n snel tempo dichterbij. Maar ook de bereikbaarheid van die technologie. Dus kun je het zo klein en zo goedkoop maken dat het in je smartphone past. Dat het daadwerkelijk iedereen kan bereiken. Ja, dat konden we 10 jaar geleden niet. Dus daar gaan we nu met volle vaart aan werken. Ja, heel goed. We gaan een aantal van jullie innovaties zo meteen ook zien. Voor nu, Thea, heel erg bedankt. Ik zie jou later in het programma terugkomen, want je bent een van de panelleden die we tijdens het panelgesprek gaan bevragen. Zo is het. Dankjewel. Aan mijn andere zijde staat inmiddels Sander Hermsen. Sander, heel fijn dat jij hier bent. Jij bent gedragswetenschapper, ook verbonden aan One Planet. En we hebben jou gevraagd. Waarom is techniek nou het antwoord op die problemen die wij ervaren? En is die techniek in alle situaties toepasbaar? Jij gaat het doen in de vorm van een mini-college. Ja. En ik geef je heel graag de camera en het woord. Ja, dankjewel. Technnologie. Hoe kunnen technologische innovaties ons helpen bij gezond en duurzaam leven? Nou, bij One Planet pretenderen we niet dat we met technologie alle problemen kunnen oplossen. Maar we kunnen wel een goede stap in de goede richting zetten. En technologie kan ons daarbij ondersteunen om in ieder geval een aantal van onze doelen te bereiken. En dat kan op drie manieren. In de eerste plaats helpt technologie ons om dingen te weten die anders niet voor het voetlicht komen. In de tweede plaats helpt technologie ons bij het voorspellen van risico's en gebeurtenissen. En in de derde plaats helpt technologie ons bij het doen, handelingsperspectief bieden.
Bij ieder van die dingen heb ik wat voorbeelden natuurlijk. Als we beginnen met het weten, in de eerste plaats is het... er is van alles gaande beneden, laten we ons niet doorstoren. Een beetje. Het ging over weten. Het zal je verbazen hoeveel fenomenen er eigenlijk zijn waarvan we denken, ja, dat weten we eigenlijk best, maar als het erop aankomt, dan weten we dat eigenlijk niet. Een klassiek voorbeeld is de stappenteller. Hè? Mensen denken, nou, ik heb best een aardig beeld van hoeveel ik beweeg. Maar als je zo'n ding eenmaal om hebt, dan laten mensen zich toch meestal totaal verrassen. De meeste mensen weten bijvoorbeeld niet dat ze in het weekend over het algemeen veel minder bewegen dan door de week. Ze denken, ja, in het weekend, ja, dan sport ik toch, dus beweeg ik toch eigenlijk meer. Nou, vaak is het omgekeerd. En dat zijn nog vrij simpele fenomenen. Stel je voor, hè, je hebt last van je maag. Ja, waar ligt dat dan aan? Misschien is het stress. Misschien heb je iets verkeerds gegeten of een virus. Misschien ben je gevoelig voor een bepaalde soort voeding. Of misschien grijpen die dingen wel in elkaar. Hè? Misschien versterkt het een het ander. Zorgt de stress ervoor dat je misschien wat gevoeliger bent. En misschien komt er ook nog iets anders nog weer bij. Ja, hoe kom je daarachter? Ja, daar kom je niet makkelijk achter. En technologie helpt ons, sensortechnologie, helpt ons om zicht te krijgen op dat soort verborgen fenomenen. Dat is natuurlijk niet alleen in de gezondheid zo, ook bij de duurzaamheid. Stikstof is op het moment een heel belangrijk dossier. Nou ja, hoe weet je hoeveel stikstof je precies uitstoot? Hè? Op welke manier, waar en wanneer? Nou, ook daar kan sensortechnologie helpen. Het tweede aspect waar we het over hadden was het voorspellen van risico's en gebeurtenissen. In de agrotechnologie wordt het steeds belangrijker om te kijken, ja, wanneer, hoe weten we nou wanneer het fruit optimaal rijp is, zonder dat we het fruit ervoor hoeven open te snijden. Nou, dat kun je dus met de combinatie sensortechnologie en kunstmatige intelligentie, kun je daar heel goede voorspellingen in doen. En ook op het gebied van gezondheid. Dus stel je voor, ik bedenk, weet je, ik zal wel wat minder willen snacken. En ik zeg tegen mijn buurman, hey, ik ben daarmee bezig. En de buurman zegt, hey, dat vind ik ook interessant, dat wil ik ook. Nou, nu wordt het interessant, want ik en mijn buurman zijn heel verschillende mensen. Bij mij is het bijvoorbeeld zo, nou ja, ik heb bijvoorbeeld een drukke werkdag gehad en ik loop over het station en ik ben moe en ik was de hele dag wat gestrest, want ik had deadlines. Ja, en dan heb ik echt zin om iets vets te eten. Bij de buurman, ja, die zit vanwege COVID-19 zit hij thuis en die verveelt zich. En als hij zich verveelt, heeft hij sterk de neiging om dan juist naar een zak chips te grijpen. Dus heel verschillende mensen, zelfde problematiek. Dus dan merk je dat... Met sensoren kunnen we meten, nou Sander, je hebt een drukke stressdag gehad. En nu loop je over het Centraal Station. Nou, je loopt nu wel risico om te gaan snacken. Bij de buurman is het zo, ja, heer, je hebt je de hele dag verveeld. En we geven je maar even een signaaltje, want grote kans dat je zo meteen weer op weg bent naar het keukenkastje. Het derde aspect, dat gaat over doen. Want we weten allemaal wel, weten is nog lang geen doen. Technologie kan ons helpen op basis van, eerst heb je dus de sensortechnologie en de kunstmatige intelligentie die ons laat weten wanneer we risico lopen op bepaalde gebeurtenissen. Vervolgens kan die technologie ons ook helpen om precies op het juiste moment het juiste handelingsperspectief aan te reiken. Als je nog weer teruggaat naar dat voorbeeld van die snacks van net, als ik dus op het station loop, dan kan het wezen dat mijn wearable me even een signaaltje stuurt van, hey Sander, je had een drukke dag, je had een beetje stress vandaag, we merken dat je moe bent, je hebt nog een appel bij je. Dat was je van plan, weet je nog. De buurman, ja, die heeft natuurlijk hele andere dingen nodig, die help je niet met dat soort signalen. Daar moet je mee aan de gang met dat hij zijn dag beter kan vullen. Zo is met technologie dus mogelijk om kennis boven water te krijgen die anders verborgen blijft, om met die kennis en voorspellingsmodellen bepaalde voorspellingen te doen, wat relevant gaat worden, welke risico's er komen, en vervolgens dus precies de juiste handelingsperspectief aan te bieden op het juiste moment, zodat mensen ook op het gebied van gezondheid en duurzaamheid gemakkelijker de juiste keuzes kunnen maken. Ja, daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Want ja, technologie, het is ook iets waarvan je kunt zeggen van, nee, begin ik niet aan. Je kunt het wegleggen, vergeten, uitzetten. Dus we moeten ook iets met het bereik van technologie. We moeten
de technologie daar brengen waar de mensen zijn. En daar zit een hele grote extra uitdaging. Want de mensen die het hardst nodig hebben in de samenleving, de kwetsbare groepen, die bereiken we het minst makkelijk. Daar gaan we zo meteen, Pim Asserdelf gaat er zo meteen nog verder op in. Een ander probleem is dat je ook mensen moet engageren om de technologie te gebruiken. Dus om het niet te negeren. En ja, goed, eigenlijk waar dat op neerkomt, is, ik heb net al gezegd, met technologie los je mensen hun problemen niet op. Eigenlijk wat je doet is, je neemt hun probleem en je geeft ze in ruil daarvoor een kleiner probleem terug. Dus mijn probleem was eerst, ja, hoe weet ik nou wanneer ik in gevaar loop om te snacken? Nou ja, oké, ik heb er een kleiner probleem voor teruggekregen, namelijk dat ik nu een soort wearable om heb die meet wanneer ik gevaar loop en die me een signaaltje geeft. Die kleinere problemen, daar moet je ervoor zorgen dat zo min mogelijk gedoe wordt. Voor mij is eigenlijk mijn favoriete metafoor daarbij is van, bijvoorbeeld, ja, als ik bijvoorbeeld een huis wil isoleren, ja, dan wil ik natuurlijk ook mijn zolder isoleren. Maar om mijn zolder te isoleren, moet ik de zolder eerst opruimen. Voor veel mensen is die stap te groot. Voor ons is het dus de uitdaging om technologie zo te ontwerpen dat die bij wijze van spreken de zolder voor je opruimt. Dankjewel, Sander. Er gaat een wereld voor mij open. En we gaan zo meteen ook een aantal van die innovaties zien. Maar nu begrijp ik ook heel goed waarom jij als gedragswetenschapper of jouw discipline van de gedragswetenschap zo belangrijk is om die technische innovaties ook te ontwikkelen. Want ze moeten ook gebruikt worden. Ja. Dus over die gebruiksvriendelijkheid, hoe je mensen het makkelijker maakt. Dan kom jij om de hoek kijken en daarom werk jij samen met al die ingenieurs die we zo meteen gaan zien aan Zeker. Die nieuwe technische innovaties. Absoluut. Dankjewel voor nu. Ik ga een kijkje nemen in het kantoor hiernaast. Want daar staan een aantal makers van die innovaties al op ons te wachten. Dankjewel. Komen jullie maar mee. We gaan naar dit nog leegstaand kantoorgedeelte van het pand. En hier gaan we dus een aantal van die innovaties laten zien. En we beginnen met het domein gezondheid, voeding en gedrag. En de eerste maker van innovaties, die staat hier al op ons te wachten. En dat is Annelies Goris. Annelies, heel fijn dat je hier bent. Jij bent programmamanager bij One Planet en wel van het domein preventieve gezondheid, voeding en gedrag. Klopt. Wat doet jullie domein? Nou, binnen het domein richten we ons op het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Op het gebied van meten van voedselopname in je maag-darmkanaal. Meten van vroege biomarkers, fysiologische signalen. Maar ook op het meten van gedrag en mentaal welbevinden. En naast deze technologieën zetten we slimme datamodellen om echt inschatting te kunnen maken van vroege risico's op gezondheid. Dus je gaat heel vroeg proberen te voorspellen wanneer iemand iets overkomt, wanneer iemand iets wil gaan doen. Ja. En je hebt een visual meegenomen, ja, de man met het groene drankje. De man met het groene drankje. En jij gaat nu uitleggen wat aan de hand van deze visual, ja, wat dat precies inhoudt. Nou, alles wat je eet, drinkt, bij iedereen wordt dat iets anders opgenomen. Maag-darmkanaal ziet er voor iedereen wat anders uit. We werken aan slimme pillen om te kijken wat gebeurt er, hoe wordt het opgenomen. Maar ook om lokaal te detecteren, zien we daar al ontstekingen. Dus echt vroege inschatting van, is er iets aan de hand daar? Hier om de pols een wearable die fysiologische signalen meet om stress bijvoorbeeld weer te geven. En dit slimme dashboard combineert al die data. En met die modellen creëren we gewoon extra inzichten. Dus die vroege markers van, oh, misschien moet je nu bijsturen. Ja. Of misschien moet je inderdaad dat groene drankje drinken. Ja. En uiteindelijk ook met modellen om te kijken van, en hoe gaan we dat dan weer teruggeven aan die eindgebruiker? En ook laten zien van, nou, het heeft effect gehad. Dus echt om die hele cirkel rond ja, te krijgen. Ja, exact. Want ik stel me voor, hè, want darmklachten hebben vaak ook met stress te maken. Hè? De maagsfeer, ja, zeg maar. En dus dat kun je allemaal met elkaar in verband brengen. Zodat je voordat het te laat is eigenlijk al kan ingrijpen. Dus eigenlijk een motto is beter voorkomen dan genezen. Absoluut. Ja, dus daar werken we helemaal aan. Daar zijn we natuurlijk nog niet. Hè. Dit is het toekomstplaatje. We hebben stukjes compleet. Nou, we gaan straks ook een stuk zien van meten op een slimme wc-bril, waar je fysiologische signalen ook krijgt. Ja. Waar we ook metingen gaan doen aan urine. Ook weer vroege ontstekingsmarkers. Dus stapje voor stapje komen wij op dit hele mooie plaatje. Om inderdaad dat inzicht te kunnen geven. Nu ziet zo'n smart pill er nog best futuristisch uit. Ja. Dat doet me denken aan die science fiction film. Waar ook met een duikbootje gaan ze lichaam in.
Hoe science fiction is dit? Wanneer gaan we hier iets van merken? Nou, er zijn nu al pillen op de markt met een kleine camera erin. Die worden gebruikt. Wij maken eigenlijk een volgende generatie van die pillen. Mm-hmm. Om echt ook tegelijkertijd te kunnen meten. Vroege ontstekingsmarkers bijvoorbeeld. Ja. En dat we dat dan ook kunnen uitlezen tegelijkertijd. Mm-hmm. Of dat wij een stukje sample kunnen nemen van de bacteriën mm-hmm. daar. En dat we dat uiteindelijk achteraf analyseren. En komend jaar gaan we al eerste testen doen. In een, ja, met eerste versies. Ja, ja. Dus ja, zo futuristisch is het, dat het is echt niet... nabij. Het is echt een kwestie van een aantal jaren dat het operationeel kan zijn. Ja. En als het goed is, gaan dus minder mensen met echte chronische darmproblemen in het ziekenhuis belanden. Nou, dat zou heel mooi zijn. Dus dat is zeker waar we met het hele team aan werken, absoluut. Okay. Ja. Dankjewel voor dit inzicht, voor deze inleiding. Je had het al over die slimme toiletbril, de smart bathroom. Ik ga nu naar jouw collega, Eva. Heel goed. Ja. En die staat hiernaast. Dus nogmaals dank. Ja, graag gedaan. Komen jullie mee? We gaan naar Eva Wentink. En Eva, ontzettend fijn dat jij hier iets komt demonstreren. Jij bent biomedisch ingenieur, ook verbonden aan iMac en One Planet. Ja. We zien hier een hele mooie opstelling. Een toiletpot. Ja, de toiletpot. En een demoversie. En jij gaat zo meteen het een en ander demonstreren. Maar eerst zou ik even de cameraman willen vragen om even wat dichterbij te komen. Want deze toiletpot, daar zitten dus sensoren op de bril, maar ook in de pot. En het is goed om die even te zien, want die is belangrijk. En dan, ja, Eva, wil ik jou nu vragen om... we zien die sensoren ook op de demokoffer. Ja, de demokoffer hebben we gemaakt zodat je niet je broek uit hoeft te trekken voor de demo, maar gewoon dat doen we niet. Met je dat handen doen we kunt nu doen. Niet. Maar Eva, hoe werkt dit? Hoe werkt dit? Dus we hebben de bril, daar hebben we sensoren ingebouwd. De elektrodes, als je daar zo meteen, ik wil jou eigenlijk vragen om proefpersoon te zijn. Als je daar je handen oplegt, zorg dat je je vingers spreidt, dat je alles aanraakt. Ja, we moeten een beetje afstand houden, maar ik ga het proberen. Zo. Dan, je mag je zo meteen, ik ga eerst even uitleggen wat er dan allemaal gebeurt. Er wordt een hartfilmpje van je gemaakt door middel van de elektrodes. Ja. Er wordt nog wat anders gemeten met licht. Dat meet eigenlijk wanneer de golf met bloed aankomt in jouw, in dit geval je handen, maar normaal gesproken in je achterwerk. Dan ga ik nog wat water druppelen in de sensor, zodat de urinesensor ook wat meet. En dan kunnen we nu langzamerhand wel beginnen. Nou, dan zie je hier de data binnenkomen. Hoe lang moet ik blijven staan? 20 seconden. 20 seconden, oké. En dan zie je hier de hartslag gemiddeld. En onderaan zie je de geleiding. Nou, die is vrij laag, want ik heb dus nu water erin gestopt. Dus dat heeft een lage geleiding. Ja. De geleiding geeft eigenlijk aan hoeveel zout erin zit. En dat is interessant voor urine, want dat geeft aan of je genoeg gedronken hebt of niet. Ja. Dan meet ik ze nu afgelopen, dus je mag wel weer je handen loslaten. En hier rechtsonder in beeld zien we dan ook de trends weer. Dus ik heb al een paar metingen gedaan vandaag. Je ziet dus de hartslag blijft ongeveer gelijk tussen ons. Zuurstofsaturatie, dat kunnen we ook meten, blijkt ook ongeveer gelijk. Je ziet de geleiding bijvoorbeeld, die gaat een heel eind omlaag, omdat dit dus water is. Mm-hmm. We kunnen de oefening nog een keer doen, als we tijd hebben. Dan doe ik er ondertussen wat zoutoplossing in. Mag jij even wat oefeningetjes gaan doen, zodat we je hartslag een beetje omhoog krijgen? Ik moet een hogere hartslag krijgen. Dit is de eerste keer dat ik als gespreksleider een stukje op de plaats jog. Maar wij doen alles voor het experiment, dus geen enkel probleem. Ja? Oké, we zijn er klaar voor. Hier. Dan mag hij weer. Kijken of die start. Ja. Nou, dan komt dus weer data binnen. Nou, we zien dat je hartslag inderdaad wat omhoog is gegaan. Die zit nu rond de 90. En onderaan zie je dat de temperatuur en de urine, de geleiding van het sample in het midden nu ook wat omhoog is gegaan. Want ik heb er nu een zoutoplossing ingegooid in plaats van water. Dus dat geleidt wat beter. Dus nou doet hij net alsof die, de meting is weer voorbij. Nou, dan zie je dus dat de hartslag is wat omhoog gegaan. Je bloeddruk verandert, is ook wat omhoog gegaan. Want dat verwacht je ook als je een beetje sport. Ja. En uiteindelijk zien we dus dat de geleiding ook gestegen is. En dit wordt uiteindelijk interessant om dat over tijd voor mensen bij te houden. Dus dat je bijvoorbeeld op een spiegel in de badkamer kunt laten zien van oké, wat is nou mijn trend? Word ik nou gezonder, minder gezond? En want ik zie nu wat je meet, maar wat kun je met die informatie? Hoe kun je aangeven of ik gezond of minder gezond ben? Nou we zijn dus meerdere sensoren nu aan het combineren ook. Voor de urine kun je dan kijken, drink ik wel genoeg? Voor de hartslag kun je kijken, blijft dat een beetje gelijk? Of word ik ziekjes, gaat mijn hartslag omhoog? Gaat bijvoorbeeld mijn ademhaling, wordt die ook slechter? Ja. Of gaat mijn zuurstofsaturatie omlaag? Ja. Of gaat mijn bloeddruk langzamerhand omhoog? Dat zijn ook
ja, tekenen dat het niet goed gaat. Het zijn indicatoren die je gezondheid een beetje weergeven. Ja. Ja. Oké, dus ik stel me voor, ik heb een badkamer, ik ga op het toilet. Ik doe mijn ochtendbehoefte en vervolgens ga ik naar de spiegel. En dan zie ik daar de uitslag van mijn test. Ja. En die spiegel geeft ook aan van, het zou goed zijn als je vandaag eens durven dat gaat doen. Ja, of zelfs, want uiteindelijk willen we ook naar bijvoorbeeld ontlasting gaan kijken. Dus niet alleen urine en de fysiologie, maar bijvoorbeeld ook ontlasting. En als dat wat waterig is, dan zegt hij misschien, nou, misschien moet je vandaag wat meer vezels eten. Ja. Dus flink bruin brood, om dat toch wel een beetje... Precies. Oké. Okay. Nou, ik vind het ontzettend mooi. Wanneer is dit operationeel, denk je? Nou ja, dit is in principe al operationeel. Daar hebben we al een trial mee gedraaid en dat heeft heel leuk gedaan. Dus we zijn nu proberen om daar eens meer en meer sensoren in te bouwen. En ook meer markers uit de urine te halen om te kijken van, nou, kunnen we inderdaad voorspellen wat jouw hydratie is. Ja. Of je meer vocht moet drinken of niet. En zou ik hem dan als particulier ook kunnen bestellen? Of is hij meer in een soort zorgomgeving toepasbaar? Voorlopig zal die alleen in de zorgomgeving toepasbaar zijn. Ja. Maar uiteindelijk... is de technologie zo dat het misschien ook wel gewoon bij mensen thuis kan? Ja, nou, dat is wel ons doel. Can't wait. Dankjewel, Eva, voor deze demonstratie. We gaan weer terug naar de centrale setting. En daar ga ik praten met Christian Ort. Christian, heel fijn dat jij hier bent. Jij bent student aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ja, welke opleiding volg jij? Ik volg de opleiding IPO, Industrieel Productontwerpen. Dus ik teken en ik bedenk eigenlijk producten, concepten om zo producten te maken. Ja, je hebt deelgenomen aan een werkleerplaats en daar heb je met andere studenten een valdetectiesysteem voor Parkinson-patiënten ontwikkeld. Ja, onder andere. Ik ben heel benieuwd, je gaat dit uitleggen aan de hand van een animatiefilmpje. Ja. Dus ik zou zeggen, start hem in en vertel ons wat jullie gedaan hebben. Nou ja, we hebben dus eigenlijk als projectgroep een concept bedacht. Help mensen met de ziekte van Parkinson van dag tot dag eigenlijk beter leven. Een van die producten daarvan was eigenlijk de valdetectie. We zien hier een persoon met ziekte van Parkinson. Die gaat opeens stilstaan. Dat is één veel voorkomend symptoom, namelijk vriezen. Deze persoon kan niet meer lopen, weet niet meer wat hij moet doen. Totdat hij eigenlijk een seintje krijgt waardoor hij verder kan. Nou, ons product, of tenminste ons concept, heeft eigenlijk bedacht van, ja, hoe gaan we die mensen nu door laten lopen? Of hoe willen we die symptomen eigenlijk onderdrukken? We hebben een concept bedacht waarin verschillende producten, wearables, zoals je hier ziet een ketting of een koptelefoonnet, samen laat werken in een systeem. Om eigenlijk dingen als valdetectie te maken, waardoor we eigenlijk van tevoren aan de waardes vanuit die metingen kunnen zien van een mens gaat nu bijvoorbeeld een aanval krijgen of gaat nu een freeze aanval krijgen. Door al die combinatie eigenlijk te verzamelen in de centrale unit zoals je hier ziet. Kunnen we uiteindelijk verder gaan denken van, oké, iemand gaat vriezen, dan moeten wij een seintje geven aan diegene dat hij niet meer vriest. Je ziet hier een viertal eigenlijk aan producten. Daar zit allemaal sensorapparatuur in een soort van compact dingetje, waardoor we het eigenlijk voor iedereen aantrekkelijk kunnen maken. En als zo iemand een seintje krijgt, hè, van je hebt nu een vriezen of je gaat nu vallen, Wat kan zo'n patiënt op dat moment doen? Kan hij dan alvast op een stoel gaan zitten of alvast gaan liggen op de grond? Of hoe ja, bijvoorbeeld, wij kunnen in de centrale unit een scherm verwerken, waardoor wij kunnen zien van, nou, meneer of mevrouw, het gaat nu wat minder met u. Neem vandaag even wat rust of neem een tabletje extra of eet wat andere voeding. Ja. Wij kunnen ook met die centrale unit een signaal sturen naar bijvoorbeeld een hulpverlener, dat die gebeld wordt van, nou, mevrouw Jansen is gevallen. Kom haar helpen, dat zij niet in die paniek staat, zelf ook nog moet gaan bellen. Ja, dus het is niet alleen, jullie hebben het gedaan vanuit de werkleerplaats voor Parkinson-patiënten, maar hij is ook voor andere doelgroepen, is hij eigenlijk geschikt? Ja, wij zijn eigenlijk begonnen als project voor mensen met de ziekte van Parkinson, maar het is eigenlijk veel breder inzetbaar. Dus eigenlijk door een concept te bedenken waar heel veel producten samen een probleem kunnen helpen, kunnen wij ook eigenlijk heel veel verschillende doelgroepen aanspreken. Ja, interessant. Mooie animatie ook, helder uitgelegd. Jullie hebben gewerkt vanuit een team aan de HAN. Hoe was jullie groep samengesteld? Nou, we hadden eigenlijk 8 groepsleden, waarin 4 groepsleden industrieel productontwerpen waren en 4 waren embedded system engineers. We hebben 1 begeleider gehad die tevens zelf ook de ziekte van Parkinson heeft. Die heeft ons begeleid eigenlijk, maar was ook een team member. Dus we hebben eigenlijk door middel van heel veel samenwerken met de 2 disciplines en vanuit disciplines van buitenaf samengewerkt tot eigenlijk een heel concept met proof of concept.
Ja, en hoe ga je dan te werk? Je zit in zo'n samengestelde groep met verschillende disciplines. Hoe begin je? Hoe gingen wij te werk? Nou, we kregen eigenlijk een werkplek. Daarin was er plek voor 8 man. We hadden whiteboards, we hadden eigenlijk heel veel tekenpapier en we zijn gewoon zelf begonnen. We moesten alle onderzoeken zelf brainstormen. Ja, alles zelf bedenken, alles opzoeken, verschillende databases zoeken van wat is Parkinson, ziekte van Parkinson, wat zijn symptomen. Ja. Alle onderzoek zelf doen. Ja, voor het een leerzaam project? Ik vond het een heel leerzaam project. Ik weet ongeveer hoe de ziekte van Parkinson werkt, nog niet alle details, maar het heeft heel veel deuren geopend voor mij en een van de redenen dat ik nu hier sta. Ja. Oké, super, heel fijn. Dankjewel voor jouw uitleg. We gaan nu over naar het volgende domein. We hebben zojuist het domein preventieve gezondheid, voeding en gedrag gehad. Dat is een van de 2 domeinen binnen One Planet. En we gaan nu naar het domein precisietechnologie in landbouw en voeding. En de allereerste persoon die ik erover ga spreken, die komt hier nu aan. Dat is Marcel Zevenbergen. Marcel, heel fijn dat je hier bent op eigen terrein, hier in dit pand. Jij bent programmamanager van het domein precisietechnologie in landbouw en voeding. Ja. Waar gaat jullie domein over? In dit domein zoeken we naar nieuwe technologie die we kunnen inzetten, bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw. En daarin staat de plantfysiologie, maar ook de producten, bijvoorbeeld de tomaat en de kwaliteit daarvan centraal. Werken jullie vrij geïsoleerd vanuit dit domein of werk je ook al heel veel samen met het andere domein? Nee, ik denk ook echt dat is echt de kracht van One Planet. Bijvoorbeeld de technologie die jullie net hebben gezien, die in het slimme toilet zit. Als ik bijvoorbeeld iets eet, bepaalde voedingsstoffen worden opgenomen, maar ook weer uitgescheiden. Wat we met het slimme toilet analyseren. Nou, we gebruiken dezelfde soort technologie, maar dan in de kas. Mm-hmm. Om bijvoorbeeld heel specifiek bepaalde nutriënten bij een plant te kunnen meten. Dus we kunnen bijvoorbeeld heel precies zien welke nutriënten worden opgenomen en bijvoorbeeld welke niet worden opgenomen. Ja, dus het eigenlijk hoe mijn lichaam werkt, in zekere zin werkt een plant. Jullie wisselen die technologieën uit? Ja, we wisselen die technologieën uit en zo ontstaat die kruisbestuiving tussen de verschillende programma's. Ja, nu zien we hier een mooie visual van een indoor landbouwomgeving. Ja. Met ledverlichting, sensoren, het ziet er super high-tech uit. Ja. Werken jullie ook met landbouw gewoon in het open veld? Ja, we werken ook in het open veld. En daar kijken we echt naar bijvoorbeeld hoe kunnen we het onzichtbare zichtbaar maken. Mm-hmm. En dan bedoel ik letterlijk, kunnen wij in de grond kijken? Bijvoorbeeld naar de kwaliteit van de grond. Maar kunnen we ook nieuwe technologie gebruiken om in de grond te kijken en bijvoorbeeld aardappelen te visualiseren terwijl ze groeien? En daar krijg je ook zo een hele mooie demo over. Ja. Maar het gaat ook heel veel verder. Ja, bijvoorbeeld die nutriënten, dat is een beetje de rode draad in mijn verhaal. Bijvoorbeeld wat een nutriënt is voor een plant, als dat in het oppervlaktewater komt, dan wordt het een vervuiling. En ook daar ontwikkelen wij nieuwe technologie voor om juist ook dat beter in kaart te kunnen brengen. Hè. Dus beter sturen, zodat echt alles wel gewoon waar het terecht moet komen en niet bijvoorbeeld in de omgeving waar het een vervuiling wordt. Exact, daar komen we bij de urgentie uit die we aan het begin van de uitzending vertelden. We moeten al die mensen gaan voeden, maar op een dusdanige manier dat het de biodiversiteit en het klimaat niet schaadt. Klopt helemaal. En daar hebben we die technologie voor nodig. Ik denk echt dat de technologie daar een cruciale rol in speelt. Voornamelijk om die goede inzichten te genereren om daarop te kunnen sturen. Ja, dankjewel Marcel voor deze introductie op jouw domein. Je vertelde het al, hè, de sensor die de aardappelen onder de grond kan monitoren. Daar gaan we nu naar kijken. Ik ga naar jouw collega Jan-Willem de Wit. En die staat hier een stukje verderop. Dankjewel. Komen jullie maar mee. We staan hier bij Jan-Willem. Jan-Willem, jij bent ingenieur elektronische systemen en je hebt sensoren ontwikkeld om aardappels die nog onder de grond zitten te monitoren. Ja, dat klopt. We hebben een systeem gemaakt waarmee we de groei van aardappelen kunnen volgen. Vanaf het begin tot wanneer ze groot genoeg zijn om geoogst te worden. Zonder dat je ze uit de grond haalt. Ja, je kunt dus inderdaad het traject volgen. Je kunt de activiteit van de wortels ook inzichtelijk maken. Ja. Om bijvoorbeeld te zien of een aardappelplant voldoende voedingsstoffen heeft, voldoende water. En zodat je veel nauwkeuriger de bewesting kunt regelen en de meststof in het grondwater wellicht kunt terugdringen. Ook jij hebt een demo meegenomen, een demo-opstelling. Ja. Dus ik zou zeggen, laat maar eens zien hoe het werkt. Start even de meting. Hij gaat nu door middel van kleine stroompjes hier door de grond
de impedantie van de grond meten. Het doet dat in 1500 metingen. De impedantie, zei je? Ja, de weerstand van de grond. De moeite die de stroom heeft om door de grond te gaan. Exact. En dat varieert bij waar aardappels zitten en waar geen aardappels zitten. Mm-hmm. Of met de activiteit van de wortels. Er zitten hier 48 elektrodes rond deze pot. Kleine metaalvlakjes. En er gaat telkens een stroompje doorheen. Hij meet het effect van dat stroompje. Ja. En wanneer al deze metingen gedaan zijn, kan ik met een ander stukje software dat analyseren en kan hij een plaatje maken van waar die aardappels zich in de grond bevinden. En voor deze demo heb je een emmer gemaakt om het inzichtelijk te maken. Ik stel me voor dat als de technologie echt gebruikt wordt in het open veld, dat je dan niet met emmertjes werkt, maar dat je dat dan op een andere manier doet. Ja, het zal een soort robotachtige machine moeten worden of wellicht een add-on op een trekker. Waarmee ze dus echt over langs de grond gaat. Ja, bij aardappels die groeien in van die ruggen. Dus ze kunnen aan de zijkant van die rug eroverheen. Bij andere gewassen zullen dat op de vlakke grond moeten. En wat hebben we dan aan deze informatie? Je kunt het monitoren van de groei, zodat je de nutriënten toevoegen, de bemesting en het bewateren nauwkeuriger kunt regelen. Dus je kunt hem eigenlijk optimaliseren? Je kunt optimaliseren en met name om dus inderdaad een teveel aan bemesting tegen te gaan. Die vervolgens wordt uitgespoeld via het grondwater? Ja, en dan zit je in de nitraatproblemen die Nederland heeft. Ja, dus ook dit gaat weer de duurzaamheid bevorderen van de landbouw. Ja. En ik kan me voorstellen dat een boer het ook fijn vindt om te zien hoe groot zijn aardappelen zijn. Want een friet aardappel moet bijvoorbeeld weer groot zijn en andere aardappelen misschien weer wat kleiner. Ja, en er zit ook een limiet aan hoe groot die friet aardappelen kunnen zijn om weer verwerkt te kunnen worden. Dus inderdaad dat moment waar het optimaal is ook om te oogsten, om dat moment goed te bepalen, kan dit ook helpen. En dan krijgt de boer een seintje van je moet nu die aardappel uit de grond halen. Ja, hij kan in ieder geval heel goed die groei zien en zeggen van nu wordt het tijd om te gaan oogsten. Is de meting inmiddels al klaar? Ja, hij is klaar met meting. Ik zal eventjes de analyse starten. Dat duurt nog een 10 seconden. En dan zo mooi hoe het allemaal werkt. Als het werkt. Hè. Het is altijd weer spannend in de live-uitzending. Als het goed is, komt hier zo een plaatje. Ja, ik zie hem. En daar een 3D-weergave van de emmer. En daar zie ik inderdaad daar is hij. Twee rode knollen in zitten. Je ziet hier twee aardappels. Eentje ligt hier aan het oppervlak, eentje ligt hier wat lager. Ik kan hem even iets roteren. Dan hebben we hem ook zoals we hem zo in de emmer hebben staan hier. Ja. Dan zie je het eventjes het bovenaanzicht. Het bewijs zien, hè? Haal er maar eentje uit. Kijk of die er ook echt in zit. Hier op 11 uur, daar zit een aardappel. Ik kan hem hier in de emmer. Ik heb hier aangegeven de coördinaten en dat hier zitten 12 uur, dus hier zitten 11 uur. Dus hier moet vrij diep een aardappel zich bevinden. Ja, en dat klopt. En hier op 5 uur, dus moet er eentje vlak aan het oppervlak liggen, dus die kan ik hier aan het oppervlakte vandaan halen. Jan Willem, hoe ver ben jij met jouw technologische innovatie? Wanneer is dit beschikbaar voor de boer? Voor het open veld, dat zal nog een paar jaar duren voordat zou daar veel sneller moeten, die metingen. Dit duurt een minuut, dat moet veel sneller. Ja. Maar bijvoorbeeld in kassen, daar zal het over een half jaartje wellicht al toegepast kunnen worden hier op de universiteit. Oké. Hey, dankjewel voor deze demonstratie. Je hebt het nu over kassen. We gaan nu naar de volgende gast en die gaat het hebben over een nieuw hypermodern kasproject. En daar ga ik nu naartoe. Dankjewel. Ja, One Planet is een internationaal opererende organisatie en daarom schakelen we nu over in het Engels, want ik ga praten met Burcu Zijlstra and we're going to do this talk in English. Burcu, good to have you here. You are sensor application engineer. What do you do for One Planet? I develop sensor solutions to address problems and knowledge gaps in the fields of agriculture, food and healthcare. All right. And you work on the Agros program. It has something to do with a hyper modern greenhouse. Please tell me all about it. Thanks. So the Agros program is a large research program. It's about developing knowledge and tools that can steer agricultural and food production towards higher efficiency and sustainability. Yeah, and as a part of this program, we're participating in this greenhouse project.
You can see the cucumber greenhouse plants here. What we're developing for this project is a sensor network to measure plant-based parameters inside the greenhouse. So conventionally in greenhouses, few parameters such as air temperature and humidity, ambient parameters are measured. But this has a few drawbacks because, well, firstly, you would like to get information about the health of the plants themselves, but you're measuring only the air around them. So this is something that needs to be improved. And also by measuring having very few measurement points, you can be missing out on a lot of information about the plants, both in the surface area of the greenhouse and also at different plant heights. Because, for instance, these plants are grown to a height more than 6 meters. In the greenhouse. A cucumber. So, yes. Didn't know that. So the amount of light that the plant is receiving from the top to the bottom can change significantly, and this will affect fruit production. Mm-hmm. And so you have all these sensors, and they measure what do they measure? Yes. In the first part of the project, we're making a sensor network with a few sensors, which will measure the leaf temperature and detect leaf area. So it's a measurement of how well the plants are growing. And also a microclimate sensor of temperature and humidity. Mm-hmm. In the next parts of the project, we plan to expand the amount of sensors and also the nodes that we have to include other sensors, such as measuring nutrient concentration of the solutions that is given to the plants. Yeah. And with that information, the farmer can adjust the nutrients or the light or the humidity. What can we do with all those informations? Yes. By monitoring the plant health, you can see if there is an issue at one part of the greenhouse that the plants are growing. So it can be used to look at parts of the greenhouse that is not going well. Specific parts, not the whole system, but specific plants. Yes, because there will be a distribution of sensors throughout the greenhouse. Right. And also parameters can be adjusted to both improve the efficiency of the greenhouse and minimize the use of resources. And at the end, we will have healthier crops, bigger harvest. Yes, that's the hope. And the ultimate goal would be to go for a fully autonomous greenhouse where the parameters can be measured, fed into an artificial intelligence, and the greenhouse can self-adjust for maximum efficiency and minimal use of resources. All right, sounds very interesting. How far is the project? At the moment, the cucumber plants are growing, and we're preparing our sensor nodes. We plan to join the plants in a couple of weeks' time. All right. Good luck with your program. Can we follow it somewhere? Is there like an internet site? The AGROS program has an internet site, but I don't think the sensor data will be published there at the moment. All right, so we have to wait a little bit. Yes, maybe next year. Okay. Thank you very much, Burcu Zijlstra. Thank you. We gaan nu deze ruimte weer verlaten. We hebben een aantal innovaties gezien. En we gaan nu weer terug naar het centrale deel van het gebouw, waar we zo meteen een panelgesprekje gaan hebben. We gaan weer terug naar de preventieve zorg. En allereerst wil ik jullie meenemen naar Pim Assendelft. En Pim staat hier al op ons te wachten. Pim, heel fijn dat je er bent. Jij bent hoogleraar preventie in de zorg, verbonden aan het Radboud UMC. Je hebt een achtergrond als huisarts en je bent thematrekker bij One Planet vanuit Radboud. En we hebben jou gevraagd om een inleiding te geven over wat het grootste probleem is als het gaat over die preventieve zorg. En jouw inleiding is tevens de teaser voor het panelgesprekje dat we zo meteen gaan hebben. Aan jou graag weer het woord en de camera. Hartelijk dank. Ja, ik wil graag een heel belangrijk thema introduceren als het gaat om technologie, preventie en gezondheid. En het is ook een serieus thema, sociaal-economische gezondheidsverschillen. Als u naar het plaatje kijkt, wat ik hier laat zien,
dan ziet u dat er grote verschillen zijn, zowel in levensverwachting als in gezonde levensjaren. Als u naar de lengte van de balkjes kijkt, dan ziet u dat het verschil tussen hoogopgeleide en laagopgeleide mensen, als het gaat om levensverwachting, wel 6 jaar is. Maar misschien zorgwekkender zelfs is het aantal jaren wat mensen in goede gezondheid doorbrengen. Dat zijn eigenlijk de blauwe balkjes binnen die balkjes. En dan zie je dat iemand die laag opgeleid is, al gemiddeld vanaf zijn 51ste niet meer gezond is. Terwijl iemand die hoog opgeleid is, met zijn 70ste gezond is. Dus daar zit echt een probleem. Maar hoe moeten we dat dan aanpakken? En dan wil ik eerst bij jullie laten zien Chantal en Albert. En ik denk dat iedereen dat soort mensen wel kent. Hoger opgeleid, goed inkomen. Die mensen hebben ook toegang tot gezondheid. Kunnen gezond eten kopen, goede fietsen, een abonnement voor de sportschool. En Albert, dat weten we ook, die staat vooraan in de rij als er weer nieuwe gezondheidsgadgets komen. Dus is het zorgen voor deze mensen nou de oplossing voor het verkleinen van die sociaal-economische gezondheidsverschillen? Of moeten we misschien toch naar andere groepen gaan kijken? Ja, dan wil ik jullie introduceren aan Betsy. Betsy ken ik als huisarts. Ze is depressief. Maar toen ik wat langer met Betsy praatte, bleek dat ze eigenlijk niet echt depressief is, maar vooral eenzaam. Haar dochter woont ver weg en haar beste vriendin is een tijd geleden overleden. En sindsdien heeft ze eigenlijk weinig contacten. Ze is ook bang om naar buiten te gaan. Ze voelt zich onveilig, onzeker. En het zou natuurlijk prachtig zijn als wij erin zouden slagen om Betsy weer nieuwe doelen in haar leven te geven. Om haar weer te verbinden met de omgeving. Om haar weer plezier, activiteiten te geven. En ik denk dat dat een van de uitdagingen is om bijvoorbeeld ook kwetsbare mensen, kwetsbare ouderen, ook als ze niet zoveel mogelijkheden hebben, weer toegang te geven tot dingen die het leven zin geven. En dus ook eigenlijk toegang tot gezondheid. Maar mijn favoriet is toch eigenlijk wel Bert. Bert gebruik ik al sinds jaar en dag in het onderwijs aan co-assistenten en huisartsen in opleiding. En dan vraag ik altijd, goh, wat voor aandoeningen zou Bert kunnen hebben? En binnen een minuut kunnen ze vaak wel 15 aandoeningen opnoemen. Suikerziekte, versleten knieën, hoge bloeddruk. Hij zal misschien ook wel depressief zijn. En wie weet heeft Bert zelfs al zijn eerste hartinfarct gehad. Maar als ik dan aan die artsen in opleiding vraag, wat moeten we nou met Bert doen? Moeten we dan al die aandoeningen apart gaan behandelen? Of moeten we misschien eens op een andere manier naar Bert kijken? En misschien heeft Bert al die aandoeningen nog niet eens. Maar iedere arts weet, als hij zo verder gaat met leven, dat hij dat binnen niet al te korte tijd wel krijgt. Wat weten we van Bert? We weten dat Bert laag is opgeleid, maar ook dat hij lage gezondheidsvaardigheden heeft. Als ik met Bert praat over suikerziekte, dan weet Bert niet wat een alvleesklier is of wat insuline is. En weet niet eens dat zijn bloedsuikerspiegel kan wisselen in zijn bloed. Dus daar zit wel een probleem. Hij is ook laag geletterd, dus alle foldertjes die we hebben, begrijpt hij maar half. Maar er zijn nog een aantal andere zaken. En dat is dat hij moeilijk in beweging is te krijgen. En het gekke is ook dat een heleboel mensen die innovaties maken, die op preventie gericht zijn, eigenlijk niet goed weten wat de behoeftes van mensen als Bert zijn. Maar soms ook onvoldoende weten wat zijn mogelijkheden zijn, wat hij begrijpt en wat hij nodig heeft om dingen te begrijpen. Dus als we bijvoorbeeld innovaties gaan maken die gericht zijn op zijn gezondheidstoestand, om hem inzicht te geven, hoe moeten we dat dan presenteren? Op een manier dat hij het ook begrijpt en er wat mee kan. Als we interventies ontwikkelen, hoe maken we dan interventies die voor Bert, maar ook voor zijn omgeving acceptabel zijn, zodat hij niet meteen bij de eerste de beste activiteit uitgelachen wordt door zijn vrienden? En nog belangrijker bij duurzame gedragsverandering, hoe zorgen we ervoor dat we Bert in beeld houden? Dat hij niet meteen afhaakt of meteen terugvalt, maar dat we ook jarenlang zijn gezondheidsgedrag in stand kunnen houden. Wat ik eigenlijk wil bespreken is dat het grootste voorliggende probleem sociaal-economische gezondheidsverschillen is. En de
oplossing zou dus moeten zijn dat we juist onze innovaties gaan richten op de mensen die het kwetsbaarst zijn en die het hardst nodig hebben. En dat zijn mensen met een lage sociaal-economische status, mensen met een lage gezondheidsvaardigheden en mensen die vaak de Nederlandse taal, ook al zijn ze geboren in Nederland, onvoldoende machtig zijn. En ik zou dus iedereen willen uitnodigen om na te denken over hoe we deze mensen kunnen bereiken en kunnen helpen. Dat ten eerste. Maar ik zou ook zeggen, als je iets gaat ontwikkelen, betrek ze er vanaf het begin bij. En in het Engels zeggen ze dat zo mooi. Nothing about us without us. En daar wilde ik het bij laten. Dankjewel, Pim. Heel helder verhaal. Je hebt twee personas geschetst, Bert en Betsy. We gaan zo beginnen met het panelgesprek. Dan gaan we het hebben over hoe die moeilijk bereikbare groepen kunnen helpen. Hè? Die kwetsbare, moeilijk bereikbare groepen. Dus nogmaals dank en ik ga aanschuiven bij mijn panel. Hallo, wat fijn dat jullie er zijn. Het panel bestaat uit, ik ga jullie kort introduceren, Angelique Brinkman. Jij bent docent onderzoeker bij Tech Adoptie. En dat is een kenniscentrum dat bruggen slaat tussen zorg en technologie. En je bent ook betrokken bij de leerwerkplaats Parkinson, waar we zojuist Christian Ort over hoorden. Dus heel fijn dat jij erbij bent. En jij bent natuurlijk een beetje ook toch wel vanuit de zorghoek. Dat is ook jouw taak hier in dit panel, om vanuit die hoek ook mee te praten. Wat is jouw observatie? Gaan zorg en technologie op dit moment al goed samen? Ja, eigenlijk steeds beter. Ja. Ja, het wordt goed geïmplementeerd. De zorgpersoneel gaat er goed mee om. Ja, ik merk dat technologie steeds beter gepersonaliseerd wordt en dat het ook steeds meer past, eigenlijk steeds beter doorontwikkeld wordt en steeds beter gepersonaliseerd wordt. Ja, heel fijn. Dat vind ik goed om te horen, ja. Angelique, dankjewel. Lucas Noldus, jij bent oprichter en algemeen directeur bij Noldus Information Technology en jullie ontwikkelen software tools en geïntegreerde oplossingen voor onderzoek van mens en dier. En daarnaast ben je sinds vorig jaar ook hoogleraar Behavior, Information Technology en Innovation aan de Radboud Universiteit. Heel fijn dat jij er ook bent. Deel jij de observatie van Angelique dat technologie en zorg op dit moment al goed samengaan? Ik zie steeds meer publieke en private instellingen in de zorgsector, maar ook in andere sectoren creatief en ontwikkelingsgericht samenwerken. Dus ik zie kennis en praktijk, techniek en wetenschap steeds meer samenkomen in allerlei verbanden. De projecten, consortia, waarin gebroederlijk wordt samengewerkt om de wetenschappelijke kennis, technologische innovaties en praktijktoepassingen samen te brengen. Oké, dankjewel. Thea van Kemenade, derde panelid. We hebben jou zojuist al gezien en geïntroduceerd. Maar we zien hier dus iemand uit de zorg, maar ook het onderwijs. En vervolgens Lucas ook onderwijs en bedrijfsleven. In de praktijk blijkt dat al vrij goed samen te gaan. Maar hoe doe je dat in de ontwikkelingsfase? Hoe laat je onderwijs, technologie en bedrijfsleven op een goede manier samenwerken? Ja, dat is nog best ingewikkeld. En anders dan bestond het ook al veel meer. Maar we denken wel dat we binnen One Planet nu een soort eerste samenwerkingsvorm hebben gevonden waarin we die partijen wel samenbrengen. En daar vertelde Christian eigenlijk straks ook al over. Ja. Als je een praktijkchallenge, of dat nou uit de zorg komt of vanuit een agrarisch ondernemer, en je laat zijn probleem oplossen door een aantal studenten, begeleid door docenten, lectoren. En wij kunnen vanuit One Planet ook nog een stukje helpen om daar de nieuwste technologische innovaties aan te reiken. Dan kun je zien, zoals Christian eigenlijk vertelde, dat het een fantastisch samenspel wordt met hele mooie resultaten die hij als engineer nooit zonder de wijkverpleegkundigen die door Angelique werden aangedragen. Ja, er kwamen ook mensen vanuit de praktijk, die schoven ook aan. Absoluut. Iemand die Parkinson heeft ook. Ja, ja. Dus als je al die doelgroepen rondom een probleem bij elkaar brengt, dan hebben ze de natuurlijke neiging om met elkaar naar de oplossingen te zoeken. En dan zie je ineens het trots van een mbo'er, dat hij in dat hele samenspel toch vanuit zijn eigen rol en vaardigheden een hele waanzinnige bijdrage kan hebben. Ja, heel goed. Dus dat beeld wat ik soms nog wel eens heb van die wetenschapper die op zijn eigen kantoortje, zeg maar, helemaal geïsoleerd bezig is met die innovatie, dat is eigenlijk niet meer. Die heb je er ook nog. Ik kan ze ook bij de Universiteit Radboud, ook bij Wageningen, zie ik ze nog. Ja. Alleen je ziet ook
als je even om je heen kijkt, heel veel mensen die juist gepassioneerd aan die implementatie en aan die praktijk willen werken. Ja, heel goed. Dank jullie wel. Jullie zijn geïntroduceerd. Nu gaan we de casus, de persona's van Pim behandelen. Laten we eens beginnen met Bert. Bert die lag op de bank, waarschijnlijk al een halve dag te Netflixen, heeft suikerziekte, waarschijnlijk drinkt hij veel, rookt hij veel, heeft problemen in de privésfeer, veel stress. Hoe kunnen we Bert helpen? Wie wil aftrappen? Ja, Thea? Ja, ik denk dat waar Pim zei, van je kunt het niet over ons zeggen, doe het alsjeblieft met ons. Maar het is ook nog niet eenvoudig, want hoe kom je überhaupt bij Bert de deur binnen? Mm-hmm. Dus ik denk dat je echt moeite moet doen om je te verdiepen in wat Bert zelf aan motivaties of hobby's of passies in zijn leven heeft. Om dat als vertrekpunt te nemen, zijn eigen motivatie. Ja. Waar Sander Hermsen misschien straks ook even wat over heeft verteld. Hoe zorg je dat je het bij hem zo dichtbij brengt dat hij denkt dat hij het voor zichzelf doet? En wellicht kun je zijn familie gebruiken. Dus het gaat heel erg over het gedrag. Het gaat over het gedrag en over wat hij nou eigenlijk zou willen bereiken in zijn leven. Ja. Wat voor hem Lucas, de doelen zijn. Dankjewel. Lucas, deel jij dat? Jij gaat over hoe je zorg en technologie bij elkaar brengt. Hoe zou je dat in het specifieke geval van Als mij zo'n probleem wordt voorgelegd, dan gaat mijn technisch creatieve brein meteen denken, is geneigd te denken in oplossingen. Dan zie ik apps vormen, ik zie websites, ik zie smartwatches waarin we meetdata kunnen verzamelen van Bert en die omrekenen tot een advies en dat aan hem presenteren. Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook dat die techniek helemaal niet direct de oplossing is. De techniek is in ieder geval niet de beperkende factor. Technisch komen we daar wel uit. Maar zoals Thea zegt, hoe kom je bij Bert? Hoe zorg je dat je iets ontwerpt of ontwikkelt en aanbiedt dat past bij de belevingswereld van Bert, bij zijn mogelijkheden, zijn beperkingen, zijn begrip? Ja. En daarom hebben wij als technisch ontwerpers ook geleerd dat een innovatie geen succes kan worden als die niet vanaf het begin samen met de uiteindelijke gebruiker, de eindgebruiker, is bedacht en ontwikkeld. Ja, dus je moet vanaf dag één erbij betrokken worden. Individueel eigenlijk. Sorry? Het is ook heel erg individueel. Het is individueel, het moet gepersonaliseerd worden. Maar je moet in ieder geval zorgen dat je mensen à la Bert begrijpt. Ja. Mensen met zijn opleidingsniveau, zijn vaardighedenniveau, zijn middelen, zijn faciliteiten die hij tot zijn beschikking heeft, zijn omgeving. Zijn vrienden, familie, collega's, als hij die heeft, die hem informeren, inspireren, bevragen. En techniek kan daar wel bij helpen? De techniek kan erbij helpen, maar zonder het begrip van die randvoorwaarden kun je nog zo'n mooie techniek ontwikkelen. Maar als die niet aansluit op de dingen die ik net noemde, dan is het project gedoemd te mislukken. Oké, Angelique, als je nou zeg maar een team zou formeren waarmee je Bert wil gaan helpen, welke competenties of disciplines zitten dan in zo'n team? Ja, het liefst zou ik gewoon een buurtgenoot van Bert of ik zie dan een bepaalde wijk in Arnhem voor me waar Bert zou kunnen wonen. Ja. Hoe mooi zou het niet zijn dan ook dat mijn studenten uit dezelfde buurt komen en dezelfde taal spreken, maar ook iets wat meer kennis hebben over ziektebeelden en over technologieën. En het lijkt mij fantastisch als een student IPO, industrieel productontwerp als Christian en een embedded system engineering en die verpleegkundige verzorgende van mij, als die samen rond de tafel gaan zitten en met Bert samen in gesprek gaan. Je moet Bert wel bereid zijn om dat ook te willen, hè? Hij moet van zijn banken afkomen. Ja, de vraag is ook of Bert nou per se bij ons op kantoor moet komen of dat wij één of twee mensen naar Bert toe gaan. Ja, dat ook daar. Ook kunnen. Ja. Want ik denk inderdaad dat sowieso de zorg wordt steeds meer gepersonaliseerd. En daarin moeten we echt meer naar hun toe bewegen. En aansluiten. Ja, volgens mij hebben jullie dat prachtig al verwoord. Ja, ja. Oké. Okay. Tot laatste kom ik in mijn vak ook tegen waar wij vroeger geneigd waren om gebruikersonderzoek te doen in laboratoria. De usability labs, waarin we de gebruiker naar het lab brachten om daar allerlei observatie en metingen te doen, zijn we de laatste jaren steeds meer naar de gebruiker toe aan het gaan. We zeggen, we moeten niet die gebruiker in het lab zetten in een kunstmatige omgeving. Nee, we moeten naar die gebruiker toe in zijn natuurlijke context. En daar gaan we zien, luisteren, wat die persoon meemaakt, hoe die leeft, wat zijn activiteiten gedurende de dag zijn, waar die tegenaan loopt, wat de knelpunten zijn, waar die van droomt, welke problemen die graag opgelost zou zien. Exact. En dan komen de oplossingen vanzelf bovendrijven. Of in ieder geval de ideeën, de oplossingsrichtingen. Ja, laten we eens naar Betsy gaan. Betsy is een oudere dame. Ze is
ja, een beetje eenzaam. Dochter woont op afstand. Ze durft door corona niet de deur uit. Ze heeft weinig sociale contacten. Wordt daardoor misschien ook een beetje depressief. Hoe zouden we Betsy kunnen helpen? Wie wil aftrappen? Ja, ik zie jou, Lucas. Nou, ik ga dan graag wat medevragen stellen. Van wat is Betsy's kennis en opleidingsniveau? Is zij bijvoorbeeld in staat een computer te bedienen? Is ze geletterd? Ja. Kan ze overweg met mobiele devices? Kan ze een telefoon bedienen? Ja. Als zij gewend is om met dat soort spullen te werken, met dat soort apparatuur, dan dienen zich een enorme hoeveelheid mogelijkheden voor om haar de informatie aan te bieden, de zeg, virtuele maatjes, de adviezen, tips die we kunnen laten voeden door algoritmes die wat informatie verzamelen van haarzelf en van haar omgeving, om te weten, is ze alleen of is ze in gezelschap? Is ze in beweging? Is ze binnen of is ze buiten? Ja. En op grond daarvan eenvoudige gepersonaliseerde tips aan te reiken wat ze zou kunnen doen overdag om haar eenzaamheid te bestrijden. Maar dan heeft Betsy wel wat vaardigheden nodig om digitale apparatuur maar te lezen of te bedienen. De fout die vaak gemaakt is dat appontwikkelaars prachtige creatieve apps bedenken, maar zich niet realiseren dat de doelgroep niet in staat is om een smartphone te bedienen. Ja. Of zo'n ding überhaupt niet heeft en zich niet kan veroorloven. Ja, dus iemand die bij Betsy langsgaat en haar vertelt hoe ze een tablet kan bedienen, dat zou al wellicht al veel kunnen helpen. Ja, of je kunt misschien zelf ook, wat jij net zei, een virtueel maatje. Iemand die met haar meewandelt, iemand die de vragen stelt over de angst. Mm-hmm. Iemand die oplossingen aanreikt, hoe ze haar angst en de straatvrees kan overkomen. En hoe zie ik overkomen? Zo'n virtueel maatje voor me? Nou, is dat zo'n kleine robot? Je kan robot, alle vormen hebben, maar je hebt inderdaad van die, zeg maar, die aaibare robots, die befaamde kat die veel mensen wel eens gezien hebben. Ja. Die ook af en toe echt al werkt om eenzaamheid bij ouderen te bestrijden. Ja. En je moet bij iedereen kijken wat is een vorm die daarbij past. Soms moet je echt iemand fysiek langs laten gaan. Ja. De wijkverpleegkundige van Angelique die gewoon haar mee gaan nemen. En een keer laten oefenen hoe het is om samen op straat te lopen. En of ze dan wel de drempel overkomt. Ja. En wellicht kun je met haar stapje bij stapje kijken of dat over te nemen is door een meer virtueel maatje. En hoe die er dan uit moet zien. Ja, exact. Angelique, hebben jullie veel ervaring met dit soort patiënten? Of patiënt, het is niet echt een patiënt, maar het is iemand die een beetje in een isolement verkeert. Ja, nou ja, dat is denk ik wel een doelgroep, hè, waar er ontzettend veel van zijn. Helemaal nu, hè, tijdens deze coronacrisis, ja, waar mensen veel alleen thuis zitten. Dus ja, het is heel herkenbaar. En hè, bijvoorbeeld beeldbellen is al iets wat een prachtige uitkomst is. Hè. Dat hadden we een tijd geleden niet. En dat is al, denk ik, heel mooi. Ja. Hè, en ik zat ook te denken, het maakt nogal uit of je het hebt over technologie als middel of als doel. He, en op sommige momenten gebruik je het als middel. En mijn laatste voorbeeld, he, dat je zo'n beeldbel een moment hebt, dan is het echt, dan is dat, ja, is dat het doel. He, is het Uiteindelijk is techniek denk ik het middel. En het doel is om Betsy uit het sociale isolement te krijgen. Of om Bert een gezondere leefstijl aan te meten. Lijkt mij, hè? Zie ik dat goed? En te voelen dat ze niet alleen is. Dus als dat beeldbellen haar dochter dichterbij brengt. Ja. En als die dochter als het ware met haar mee, via een smartphone, wat dan ook, met haar mee aan de wandel is. Dan wordt haar drempel misschien ook weer kleiner om wel de straat op te durven. Ja, dank jullie wel. We hebben Bert en Betsy besproken. Ik heb nog wat vragen binnengekregen van buitenaf. Dat zijn vragen die een beetje vanuit de zorg leven. En dat zijn vragen die ook voortkomen uit een onderzoek dat naar technologie in zorg en welzijn is gedaan. En de eerste vraag is, zorgpersoneel staat flink onder tijdsdruk. Zorgpersoneel geeft aan dat ze weinig extra tijd hebben voor technologie, ook om het onder de knie te krijgen. Hoe kun je daarmee omgaan? Lucas? Ik denk dat inherent is aan elke technologische vernieuwing. Dat je om te profiteren van de tijdswinst of de kwaliteitswinst die je bereikt door technologische vernieuwing, mm-hmm, over een drempel heen moet. De kost gaat voor de baat. Je moet even investeren in je technologie eigen maken en over de leercurve bedwingen. Ja. Voordat de winst volgt. En het hangt af van hoe de kosten-baatanalyse uitvalt. Hoe groot is het probleem dat je oplost met technologie? Ja. Hoe groter het probleem is, des te groter zijn de baten die te behalen zijn. En dus des te meer kosten ben je bereid eraan te spenderen. Oftewel leertijd, oefentijd, een investering. Okay. Als het probleem niet echt groot is, ga je die tijd ook niet investeren.
En tweede zorg is dat er is een beetje angst voor baanverlies en complexe technieken die misschien niet goed toegepast kunnen worden. Hoe kunnen we die angst wegnemen? Ik zou zeggen, maak het zo simpel mogelijk. Zorg dat de meest ingewikkelde vernieuwingen voelen en in je hand liggen als een ouderwetse koortsthermometer. Ja. En jullie hebben die smart bathroom net gezien. Zo simpel kan het eruit zien. Het zit vol met intelligente datastromen, sensoren. Maar als het gewoon een wc is... Uiteindelijk is het gewoon een toiletbol. Daar hoef je niets aan te doen. En zo moeten wij nadenken over de innovaties. Dat ze eigenlijk, waar wij vroeger dachten, computers ook waren hele ingewikkelde dingen. En nu is het gewoon je smartphone die je bedient. En iedereen kan daarmee bellen. Ja, oké. Okay. Ja, Angelique, ik zou eigenlijk ook nog wel willen zeggen dat wat ook heel mooi is, is dat je vanuit het team gaat werken. Hè? Wij werken bij TechAdoptie met voorlopers. Hè? En dat er in het team iemand is die affiniteit heeft met technologie. Dat die het voortouw neemt en met collega's spreekt en met het MT spreekt over welke technologische vernieuwingen van pas zouden komen. En die ze verder zouden kunnen uitwerken. Ja. En dat zou ook helpen. Oké. Okay. Dank jullie wel voor jullie deelname aan dit gesprek. Angelique, Lucas en Theo. We gaan richting een afronding, maar nog niet helemaal, want we gaan nu de nieuwe challenge, de Innovate Challenge, lanceren. En we gaan eerst kijken naar een kort filmpje. Innovate laat al 5 jaar zien wat er gebeurt op innovatievlak, waar het gebeurt en wie de innovators zijn. Dit jaar gaan wij echter verder. Dit jaar gaan wij samen met jou impact maken. Innovaties aanjagen. Onze toekomst zelf creëren. Elke maand lanceert Innovate een challenge. Hierbij gaan we op zoek naar toffe ideeën, out-of-the-box concepten en nieuwe innovaties. Samen maken we de toekomst. Ik sta inmiddels naast Mark Spijker. Mark is directeur Innovate en Elisabeth Luijendijk. En jij bent directeur landbouw en voeding bij One Planet. Wij gaan samen de nieuwe challenge, de Innovate Challenge, lanceren. Maar voordat we dat doen, Mark, wil ik even bij jou vragen. Hoe is de vorige challenge gegaan? De challenge die we tijdens de meetup over circulariteit hebben gelanceerd. Nou, die staat nog steeds online. Ja? Dus die hebben we verlengd tot 15 november. Want we kregen zoveel vragen. En toen dachten we, oké, laten we nog iets meer tijd voor nemen. Dus mensen kunnen tot 15 november kunnen ze reageren. Ja, en alle informatie die staat op de site die zo meteen wordt genoemd. Dus ga er nog even naar kijken. Maar nu over de nieuwe challenge. Lisbeth, wat is jullie uitvraag voor deze challenge? Wat is jullie behoefte? Nou, in deze tijd, deze coronatijd, we leven ongezonder, we komen minder buiten, we bewegen minder, we eten minder. De challenge van vandaag gaat over verzin, geïnspireerd door vandaag. Verzin een slim concept om wat je gaat helpen gezonder deze tijd door te komen, gezonder en fitter. Ja, en in dat concept moet het ook al een beetje over technologie gaan, denk ik. Digitaals, digitale technologie. Maar je hoeft geen techneut te zijn. Nee, misschien zelfs beter van niet. Je hebt het toilet gezien vandaag. Misschien een slimme oorbel, een slimme onderbroek. Slimme onderbroek. Nou ja, ik bedenk maar wat. Ja, heel goed. En bedenk een concept wat ook echt gaat werken bij mensen. Hè? Wat gaat werken bij die mensen die net een revue passeerden bij Pim van Assendelft. Ja, die er ook echt wat aan gaan hebben. Exact, we hadden het net over dat je de mensen die iets hebben er ook bij moet betrekken. Dus misschien zijn er wel mensen die aan het kijken zijn die zelf behoefte hebben aan een innovatie die er nog niet is, maar die ze wel graag zouden willen zien. Ga nadenken en lever jouw idee in. Mark, hoe gaan mensen dat doen? Nog even terugkomen op net, want we richten ons specifiek op studenten met deze challenge. Ah, kijk. Ja, dus we zijn niet op zoek naar de mensen in het algemeen, maar gewoon echt een toepassing die werkt voor studenten. Ja, een toepassing die werkt voor studenten. Of wil je dat studenten meedoen aan de challenge? Ik wil natuurlijk heel graag dat studenten meedoen. Maar iedereen mag in principe meedoen. Ja. Maar we richten dan de persoon waar we het over hebben in het verhaal. Dat is echt een student. Ja. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die student een gezondere levensstijl gaat krijgen? Ja, oké. Ik vind het een interessante challenge. Hoe kunnen mensen deelnemen? Nou, ze kunnen dus, als het goed is, komt er nu weer een site onder in beeld. Dus ga naar innovate.community. Daar staat als het goed is nu een heel groot nieuwsbericht in beeld. Daar staat alle informatie. En je kunt meedoen tot 8 december. 8 december? Ja, 8 december. Dankjewel, Mark. Elisabeth? Zit erop. En thuis, go for it. Go for the challenge.
We zijn aan het einde van het programma gekomen. Ik ga afkondigen en ik wil allereerst alle sprekers nogmaals hartelijk danken. Chris, Sander, Annelies, Eva, Christiaan, Marcel, Jan-Willem, Boertje, Pim, Thea, Lucas, Angelique en Lisbeth. Geef ze een warm applaus. Ja, ik hoor jullie thuis allemaal applaudisseren, heel goed. One Planet, nogmaals dank voor de gastvrijheid. Fijn dat we deze meet-up hier konden maken. En vooral ook Rieke Wil, heel veel dank voor alle support en steun. Mensen thuis, heel fijn dat jullie kijken. En de volgende meet-up die is op dinsdagavond 8 december. En die maken we vanaf de Novio Tech Campus uit Nijmegen. Volg ons op www.innovate.community en op onze socials. Eet goed, blijf gezond en tot de volgende meet-up.